En dit is hem dan, de nieuwste aanwinst van P.S.V. Ik ben Roma, ik ben 27 jaar, uh, ik ben fanatieke gamer, uh, ik speel alleen maar FIFA, uh, P.S.V. fan. En sinds vandaag, na vele voorrondes, de eerste en tot nu toe enige officiële e-player bij de club uit Eindhoven. Waarom eigenlijk? We gaan er niet beter van voetballen, we gaan er ook niet veel geld mee verdienen. Maar we merken dat de doelgroep 14 tot en met 25 jaar wat moeilijk te binden is voor PSV. En we keken naar nou, waar gaan de interesses van die doelgroep naar uit En dat blijkt dan gaming en e-sports te zijn. En een hele logische parallel konden wij maken met, met FIFA. En vandaar dat wij een FIFA-speler of een e-sporter aanstellen. En op die manier hopen die doelgroep relevante content te kunnen bieden. Ja, binnen FIFA kan ik heel compact spelen, uh, goed op de counter. Uh, en ik heb weinig kansen nodig om te scoren. Um, en ik geef weinig kansen weg. En ik kan ook uh, makkelijk mannetjes voorbij spelen. Daar ben ik goed in, denk ik. Uh, ik zou hem vergelijken met uh, Jorrit Hendricks. Uh, een, een, een nette jongen, uh, hardwerkend in dienst van het team. En uh, ja, volgens mij nog geen gekke uitspattingen. Ja, dat is een enorme eer als uh, Guus mij uh, met Jorrit uh, vergelijkt. Uh, ja, ik ken hem niet persoonlijk, maar hoe ik hem op tv zie, dan uh, ja, ik kan hij daar best gelijk in hebben.